Het is denk ik voor het eerst dat de mannen van Willeke Alberti allemaal bij elkaar waren in één ja, ruimte. Ja. En dat voor zo'n trieste gelegenheid als, als, als vandaag. Ja. Ja, het is een uh, onvoorstelbaar afscheid. Ze is maar 55 jaar geworden nadat zij endeldarm, uitgezaaide endeldarmkanker bij haar werd geconstateerd. Ze heeft zowel in Nederland als in Duitsland allerlei therapieën gevolgd om dat te, te gaan overwinnen. Uh, ze was vastbesloten dat te gaan doen, maar ja, dat heb je allemaal niet in de hand. En alle levenslust, alle kracht en alle liefde die ze om zich heen had, hebben toch niet uh, haar leven kunnen, kunnen redden. Wel verlengen. Aanvankelijk was de verwachting dat ze maar een half jaar zou leven met die ziekte. Dat zijn er uiteindelijk tweeënhalf geworden. Maar het verdriet is heel groot en dat zag je vandaag op alle gezichten van iedereen die erbij was. Goede vrienden, de familie Krabbe was er, die natuurlijk al heel lang een flinke rol spelen in het leven van Willeke en de kinderen. En ja, zo kan ik een hele lijst opnoemen. Morgen ja. in de Telegraaf een, een verslag van, van deze trieste bedoeling in het centrum van Amsterdam. Verdrietig Waar Daniëlle zo graag kwam en zo vaak geweest. Ja.